Coach Dennis van Wijk, 0-0. Kan je hiermee leven? Jawel, jawel. Op sommige momenten dacht hij van, oké, we kunnen hier winnen. Maar op sommige momenten zag het er ook wel, vooral in die counters, zag het er toch wel wat moeilijk uit. Zonder dat we echt heel veel kansen weggegeven, misschien 1 of 2. Puntenverplaatsing is op zich altijd wel goed. We hebben de 0 gehouden, dus dat is ook altijd wel goed. Maar we gaan toch wel een keer moeten gaan winnen op verplaatsing, want anders gaan we geen prijzen pakken. Er was 1 fase na de rust, de fase met Nick Hillekens, toen die snel wou uittrappen. Hebt u dat gezien? Ja, dat heb ik gezien, ja. Het was geen goede reactie van Nick. Oké, hij is nog jong, maar hij liet zich een beetje intimideren, een beetje zot maken door Martens. Hij reageert erop en 9 van de 10 keer geeft de arbiter rood. Oké, de arbiter interpreteert het als een duw. Maar dat zijn leerfases. Gelukkig komt hij ermee weg. En ik neem aan dat hij dat nooit meer gaat doen. Nu toeleven naar die bekermatch op Sint-Truiden. Wat verwacht je daarvan? Op papier hebben we wel een kans. Alleen ga ik zeker geen risico nemen met bepaalde jongens die niet helemaal 100% fit zijn. We hebben vandaag ook gezien met Watt. Ik heb een teenkwetsuur. Hij was fit om te spelen. Maar als hij bijvoorbeeld een stamp op die teen heeft, is hij misschien wat weken uit. We konden hem nog gebruiken als pinchitter, maar we namen het liefst geen risico. En dat ga ik dinsdag ook niet doen. Als bepaalde jongens twijfelachtig zijn om te zeggen van oké, er kan een ernstige blessure komen, dat hij misschien voor weken oud is. Dan ga ik hem liever sparen voor de wedstrijd van zondag. Beker is altijd leuk, goed voor de supporters. De kans dat we hem gaan winnen is heel klein. Maar daarentegen, we moeten onze kansen gaaf houden om een van die eindrondes te winnen voor de promotie. Ik denk dat veel belangrijker is. We gaan dinsdag zeker voor te winnen, zeker. En we gaan een goede ploeg op de been zetten en we gaan voor onze eigen kansen. En ik heb er wel een goed gevoel over. Maar nogmaals, er zullen we waarschijnlijk wel wat jongens niet erbij zijn. En de komende dagen trainen op dat kunstgrasveld in Oud-Heverlee dan waarschijnlijk? Niet te veel aandacht aan besteden. Het kunstgrasveld van ons is toch anders dan bij hun. En dan heb je wel de gelegenheid om daar te trainen. Maar dan de momenten van sproeien zijn dan anders. Dus dat houdt in dat je nooit onder dezelfde omstandigheden kan trainen dan dat je daar kan spelen. Dus dat houdt in dat wij gewoon wel een dag op kunstgras gaan trainen, maar niet elke dag. Nemen zoals het komt en uitgaan van onze eigen sterkte. En ik neem aan dat onze spelers wel heel goed uit de weg kunnen op kunstgras. En hopelijk veel supporters van Leuven die meegaan naar Sint-Truiden. Ja, ik hoop het. Maar wat ik ook hoop is dat er zondag heel vast zijn. Want zondag is een hele belangrijke wedstrijd voor ons. Die moeten we winnen. En ik hoop dat het stadion een keer echt topgoed vol zit. En het publiek zoals altijd achter ons staat. En dan kunnen wij mirakels verrichten. Daar ben ik van overtuigd.